Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het programma Gezond Ouder Worden. Vandaag zijn we in Groesbeek bij Addy, ze is 83 jaar. En ik ben benieuwd hoe Addy het vermaakt op haar leeftijd, 83 jaar. Eens even kijken of ze thuis is natuurlijk. De bel doet het. Goedemorgen. Dag. Met deze kou. Ja, welkom. Kom ja, alles goed? Ja, prima. Addy, wat een mooi huis. Prachtig om hier binnen te komen, zeg. Geweldig. Nou, het is ook een heel, heel fijn huis. Ik bedoel, het huis zelf is nou, gezellig en het is niet iets buitengewoons, maar de ligging is zo mooi, hè? Het ligt een beetje op een berg. Ja, ik weet nog heel goed dat ik hier kwam en het was heel bruin, alles was heel bruin geschilderd. Maar toen zag ik naar buiten en dacht, oh, hier wil ik wonen. Ja. Zo mooi. En is dat lang geleden dat u hier naartoe verhuisd bent? Ja, dat is 28 jaar geleden al. En hoe is het hier in Groesbeek om te wonen? Oh, ik zou niet weg willen. Nee. Ik vind het hier zo heerlijk. Maar wat is er zo mooi? Nou, het is in de eerste plaats natuur, hè? Ja, heel veel bos, ja, bomen. Heel veel bos. Mensen zijn ja, heel prettig, vind ik. En je zit hier overal, je zit hier helemaal vrij. Want u bent 83, u woont dus 28 jaar in Groesbeek. Ja. U bent hier naartoe gekomen met uw man? Ja. Ja, zeker. Ja, we zijn, hoe lang zijn we getrouwd? 55 jaar waren we getrouwd. Zo. Ja, ik ben met 21 jaar getrouwd. Dus dat is nogal, Een hele lange tijd. En u heeft ook kinderen? Ja, ik heb 3 kinderen. Ik heb eigenlijk 4. Dus één, mijn oudste kindje is overleden. Dat heeft nogal behoorlijk wat impact gehad natuurlijk voor alles. Mm. Het was namelijk, dat kan ik het wel even vertellen, het was namelijk zo dat in het begin kregen wij geen kinderen. Hè? Het heeft 7 jaar geduurd tot we een kind kregen. En, nou, dan ben je natuurlijk ontzettend blij. Tuurlijk. En dat stierf na 1,5 jaar. Nou, en toen dacht ik, ja, logisch eigenlijk, dat ik geen kinderen meer kon krijgen. En dat was natuurlijk vreselijk. Toen was ik echt depressief hoor. Dat is eigenlijk de enige keer dat ik in mijn leven dat ik depressief geweest ben. En maar toen kregen we na 2 jaar, toen kwam er een dochter en toen na 2 jaar. En was dat als verrassing zeg maar dat de nou, dochter kwam? Nou ja, ik bedoel, ik was natuurlijk heel blij hè, dat het zomaar ging. Ja. En toen kwam er nog een dochter en nog een zoon. U straalt er ook helemaal bij, ik vind dat prachtig om te zien. Ja, ja. Ja. Het is ook heel mooi dat dat kan. Dus je moet nooit denken van, als je oud bent, dan is alles afgelopen. Helemaal niet. Nee, misschien begint het leven dan nog steeds verder. Je moet altijd een toekomst hebben. Ja. Je moet altijd naar de toekomst. Het is heerlijk. Ja, want dat heeft u nog steeds voor ogen? Ja, ik bedoel, hij leert mij bijvoorbeeld schaken. Ik noem maar wat. Hè? Nou, dan kun je zeggen, dat is niks voor mij. Maar waarom zou ik het niet kunnen? Nooit te oud om te leren? Nee. Nee, dat het gaat ook wel niet goed. Nee, het gaat om het plezier wat u erin beleeft. Tuurlijk. Ja, Addy, ik zei het net al, hè? Ja. Prachtig huis. Echt gewoon genieten als je hier zit. Ja. Toen ik binnenkwam, zag ik wel een aantal aanpassingen in uw woning. Is dat, is dat voor u gedaan? Of? Nou, een paar dingen zijn voor mij gedaan, maar het meeste is voor mijn man gedaan. Want we wilden hier per se blijven wonen. En ik wilde hem toen ook blijven verzorgen. En nou, het belangrijkste is dan altijd het veranderen van de douche. Hè? We hadden een bad hier. En het bad is eruit gehaald. En de douchezaal en de vloer is aangepast. Op de eerste verdieping? Op de eerste verdieping. We hebben nog even gedacht om dat hier beneden te doen. Maar dat beneden is in het toilet is zo'n stang gekomen om je op te hijsen. We hebben de wc verhoogd. We hebben overal handgrepen gedaan, maar dat was ook voor mij, want bijvoorbeeld op de vliering, dat was een beetje eng, dus handgrepen. Handgrepen bij, of een hekje bij de ingang, hè, dat je je vast kunt... Heeft u dan echt zo'n hele losse trap naar boven, de vliering? Ja, die je zo moet. Ja, oeh. Ja. Ja. Ja, maar die beklimt u nog? Ja. Dat moet wel, hè. Dat moest wel, voor de verwarming staat daar. Oké. Okay. Ja. En ook daar maar heeft u de aanpassingen allemaal... De aanpassing, ja. En bovendien hebben we toen ook, toen ik met mijn heupen zat, ik heb twee heupen achter elkaar, nieuwe heupen gekregen, heb ik een rollator heb ik hier gehouden.
en krukken en een looprekje. En ik heb zelfs, maar dat is niet, was niet voor mij, maar het was eigenlijk voor mijn zus. Maar ik denk dat het voor de toekomst heel belangrijk is. Is zo'n scootmobieltje, weet je, zo klein, ja. Inklapbare. Okay, ja. En die hebben wij ook. Hè? Dus dan kan ik altijd daar ook in zitten. Oké, okay, die heeft hij allemaal bewaard van uw man, zeg maar. Bewaard, okay. Ja, niet allemaal van mijn man, ook daarna nog. Als ik dan iets kreeg, dacht ik van nou, dat kan ik zelf later ook gebruiken. Ja, want aanpassingen zijn nu ook voor u geschikt. Ja, natuurlijk. U heeft twee nieuwe heupen, dus dan is dat en toen heb ik bijna 3 jaar geleden, of 2,5 jaar geleden, ben ik gevallen. Met mijn fiets blijven haken. Mijn voet. En toen heb ik ze. Het was een hele enge operatie ook. En, ja. Toen moest ik natuurlijk ook zorgen dat ik zelf ook alles kon doen. Hè? En dan gaat het er vooral om dat je met een rollator of een, iets anders, dat je hier kunt manoeuvreren. En daar hebben we toen heel erg op gelet. We hebben de keuken een beetje veranderd en zo, dat het allemaal kon. Maar daarvoor heeft u eerst gerevalideerd, neem ik aan, een tijdje. Gerevalideerd, neem ik aan, naar de operatie. Ja, in Dekkerswald heb ik post. En dan mag u alleen naar huis toe? Ja, en toen zijn ze hier komen kijken. En toen hebben ze ook nog een paar dingen gezegd van, je moet zorgen dat je inderdaad ook beneden kunt blijven. Hè? En, maar we hebben een lift, hè. Dat is natuurlijk helemaal... Die zagen bij binnenkomst, ja. Ja, is geweldig. Ja. Die lift, dat is werkgeweldig. Want soms dan heb je, en dan willen de benen niet zo goed, hè. Dan moet je die trap op, je hebt iets in je hand, dat mag eigenlijk niet. Nee. Maar dan kun je eventueel de lift nemen, dat doe ik dan... Zelden. Kleindochter, de jongste kleindochter doet meer. Maar die vindt dat leuk natuurlijk. Die vindt dat natuurlijk leuk. Maar ik ben heel, daar ben ik het meest blij mee. Ja, kan me voorstellen. En dat was ook toen mijn man, die kon niet zoveel meer. Maar die lift, die kon hij toen nog net bedienen, weet je wel. En, want uw man was dement op de laatste jaren. Laatste 4, 5 jaar. Ja. Maar dat kon hij dan nog. Het was natuurlijk wel. Ja. Dus dat is echt het fijnste geweest. Natuurlijk ook in de badkamer. Hè? Een stoeltje, weet je wel, waar je op kunt zitten. En daar maakt u gebruik van? Ja, doe ik ook vaak. Want misschien is het wel handig om even te gaan kijken wat de aanpassingen allemaal zijn. Dat is goed. Zullen we dat eens doen? Dat is goed, ja hoor. Okay. Ja. Kijk, nou, dit is dus de lift. Ja, wat is de lift. Dat is een van de fijnste dingen eigenlijk die ik... heb aangeschaft. Is die nou echt onmisbaar hier in uw woning? Nou, ik zou hem niet kunnen missen, want ik gebruik hem niet alleen als ik iets in mijn handen heb of dat ik dan niet de trap op durf, maar ik heb ook wel eens iets zwaars, bijvoorbeeld de wasmand, hup, dat gaat zo naar boven. Of daar is over nagedacht, dat is slim. Oké. Koffertjes en zo, hè? Tuurlijk. Dat ook altijd. Doe ik altijd. Want ik denk dat het beter is als u het niet nodig heeft, dat u gewoon zelf loopt. Ja, dat is waar. De leuning is er nou af, hè? Oké. Okay. De leuning is dan afgegaan, maar dan kun je aan die stangen vasthouden. Misschien is het om te zien hoe dat gaat. Mogen we daar eens naar kijken? Ja. Als u naar boven gaat met... Ik heb hem nou uit. Hè? Dan doe ik even de knopje en doe ik hem naar beneden. Hè? Kom maar. Oh, kijk. U praat er nog tegen. Ja, kijk. Kom maar, jongen. Maar weet je, het is namelijk een hele enge trap eigenlijk. Ja. Maar hij doet het goed. Dus zo. Nou, kijk, dan gaan we. Je kunt het op 2 manieren doen. Je kunt dit pakken. Oh ja, afstandsbediening. Ja. Maar je kunt het ook zo doen. Doe je. En dan stopt hij daar eventjes, want dit is zijn rustpunten. Punt. Ja. Kijk. Ja. En dan ga je dan zo, hè? U zit wel heel relaxed toch, hoor, zo van. Ja, dan gaan we naar boven. Je hoofd komt er nooit tegen aan. Nee. Dat is ook zo mooi. Nou, gaan we dan. Tot ziens. Tot ziens, hè? Nou, dan loop ik er maar achteraan, denk ik, hè? Ja. Kijk hoe dat is toch geweldig? Een geweldige uitvinding. Echt een hele mooie uitvinding. Kijk, maar je kunt hem ook nog draaien. Dat is ook zo leuk. Want hoe gaat u afstappen, is mijn vraag. Dat bedoel ik, hè? Want nou zit je zo, hè? Ja. Nou, dan kun je hier draaien. Hallo. Ah, kijk. Kijk. Zo. Hoppelee. Maar en we zijn boven. Moet ik hem voor jou even terugdraaien? Ja. Nou, dank u wel. Kijk, oh ja, hier al gelijk die steun. Ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Kleine aanpassingen die allemaal... Nou, hier is de
badkamer. Wat ik toen deed, dat was altijd 's nachts. Hè? Ja. Dat deed ik dit zo naar, omdat er kon er niemand uitvallen als je van de slaapkamer kwam. Oh zo. Zo. Ja, ergens een beetje veiligheid. Een beetje veiligheid. Ja. Dus het diende overal voor. Okay, nou, het is best wel een hele enge trap als je het zo kijkt, hoor. Ja, het is echt een diep gat. Moeilijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, en eigenlijk heeft hij het nog niet echt helemaal nodig. Want je gebruikt het lekker voor de zware dingetjes. Ja, je bent nog lekker vitaal. Ja, ik moet dat natuurlijk blijven doen. Hè? Ja. Een beetje tappen, goed blijven bewegen. Ja. Nou, dat is één aanpassing in de woning. Ja, dat is de eerste. De badkamer is hier, denk ik. Ja, zullen we daar eens even gaan kijken wat daar allemaal aangepast is dan? Ja, doe maar. Ongelooflijk zeg. Jee, wat een grote badkamer, Adi. Ja, zeg, dat is natuurlijk heel fijn. Dan kun je gewoon ook met je rollator in, hè? Ja, en ook allemaal aanpassingen zie ik hier, ja. Want dit is hoog, het toilet zie ik hier. Ja, ja, het toilet is natuurlijk ook heel fijn. Ja. Kijk, dan heb je deze beugels en dan kun je gewoon gaan zitten zo, als je wilt. Zo. En dan sta je zo op. En makkelijk omhoog. En dan, nou ja, goed. Ja, ja nou ja, ideaal. Ja, het is gewoon echt ideaal. Kijk, en ik gebruik dit hier ook voor. Ja, ja. Gewoon een goede functie toch? Ja. Ja. En nog meer aanpassingen hier, op het scherm even een stukje aan de kant doen, zo. Ja. Ja. Nou, dan heb je hier. Oh ja. Kijk, eens even de gordijn nog iets naar achter. Zo. Ja, kijk. Ja, nou. Dit is ook wel dit echt. Dit is ideaal. Ja, dat is echt heel fijn. Nou, dan ga ik gewoon lekker zo. En dan lekker genieten van de douche. Heerlijk. Ja, en dan gebruikt u dit wel om omhoog te komen, zeg maar. Dat, dat doe je eigenlijk automatisch. Want ja, dat zit er. Kijk, zo. Nou, kijk, hier is nog een trap naar boven. Oké, dat is zeg maar een beetje de enge trap. Dat is een hele enge trap. Zal ik hem even... Ja, ik wil dat wel eens zien. Okay. Ik zal hem eventjes... Dit kijk. Gaat natuurlijk wel zo, maar moet je eerst zo... Oh. En ik moest dat altijd wel doen voor de centrale verwarming. U bent ook heeft zoveel kracht. Ja, dat komt van die trap. Ik zo meneer doen. Echt waar, ja. Zal ik stiekem eens even kijken dan? Ja, ik vind het toch wel een beetje eng hoor, die trap. Ja, het is wel een beetje eng. Ja. En er zit ook een beugel daar en een eentje verder. Oh ja, aanpassing hier zo. Ook nog een ruime zolder. En ik zie ook de wagen staan. Ja, 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 er staan nog allemaal dingen die ik altijd kan gebruiken. Ideaal ook. Ja. Geweldig. Ja. Het looprekje? Looprek, ja. Ja, prachtig. Ik ga niet hoger hoor. Nee, doe maar niet. Want... Ja. Maar de was hangt u daar niet op? Dat is nee, gewoon hier nee. Of... Dat doe ik gewoon op een rekje of buiten. Okay. Al die aanpassingen in de woning, ja. Welke positiviteit heeft dat u gegeven? Nou, dus het allerbelangrijkste is dat je altijd hier kunt blijven wonen. Voor mijn gevoel kan ik altijd hier blijven wonen. En dat geeft zo, dat geeft natuurlijk plezier, omdat het mooi woont. Maar ook heel gerust. Je voelt je gewoon gerust dat je niet van kastje naar de muur, dat je in een ander huis of aangepaste dit of zo. Ik kan hier gewoon blijven. Al word ik doodziek, ik kan hier gewoon blijven. Want zou u het erg vinden om naar een verzorgingshuis te moeten? Ja, vreselijk zeg, vreselijk. Ik speel in een orkestje vaak in verzorgingshuizen en dan... Nou, het is zo droevig, vind ik het vaak. Zo droevig. Vooral ook, ja, misschien... Als je zo bent, dat je dan dat niet zo ervaart, dat weet ik niet hoor. Maar goed, het ene lichaam houdt er eerder mee op als de ander natuurlijk. Ja, maar dit is tegenwoordig niet lichamelijk. Hè? Nee? Je komt daar haast niet meer terecht als je lichamelijk iets hebt, want dan heb je de thuiszorg. Nou, als ik lichamelijk iets heb, dan kan ik gewoon blijven. Ja. Huh? Nou, laten we ervan uitgaan dat u heel lang hier mag blijven. Ja, dat hoop ik zo. Dat zou heel mooi zijn. Ik weet je, ik ben elke dag, ik sta op, ik ben elke dag gelukkig. Nou, Adi, ik ben heel veel over u te weten gekomen en ik heb echt genoten. Nou, ik ook. En ik vond het zo leuk. Ja. Maar ook gewoon gezien hoe iemand van 83 het zo goed voor elkaar heeft, zo actief is, zo actief bezig is in het mensenleven. Mm-hmm. En laten we hopen dat u nog zeker nog 25, 30 jaar hier kunt genieten. 25, ja, dat zou dat misschien wel lukken. Ja, maar dat zou mooi zijn. Ja. Nee, mag ik zou het ook heel fijn vinden. Mag ik u heel hartelijk danken. Ja. Ik vond het echt een genot om u te ontmoeten. Ja, nou, ik ook. En ik wens u ook. Heel veel succes en heel veel... Ja. Goed zo toe. Ja, dankjewel hoor. Dankjewel. Ja. Bedankt. Nou, toch wel heel bijzonder om te zien dat iemand die zoveel heeft meegemaakt, op 83-jarige leeftijd, zo aan het genieten is van haar leven. Bedankt voor het kijken en wat mij betreft tot de volgende keer.